ja, dan ben je ineens dakloos. Ik heb 2 tassen, had ik bij. En alles zakt onder me uit. Echt alles. Alles wat ik had, was er niet meer. Ik had geen eten, ik had geen drinken. Ik had niks. Ja, dit is dan de plek waar ik meestal lag. Hier net een stukje achter de boom. Hier, dit stukje, dan kun je net niet zien liggen. Ik ben Lieke Vervaaien. En samen met Joyce Dijkstra duik ik in de wereld van dak- en thuisloosheid in Nijmegen. Het aantal daklozen stijgt de laatste jaren in Nederland. En met het woningentekort lijken de problemen niet zomaar opgelost. Waar moet je beginnen als je met een GHB-verslaving op straat staat? Ik had geen idee. Het stigma waar daklozen mee moeten dealen is groot. Want als je in Nederland dakloos bent, dan zal het vast je eigen schuld zijn. Want je hebt ook buren, zeg maar, die je gewoon al jaren groeten. En als je hoort dat je op straat staat, dan praat ze gewoon niet meer tegen. In elke aflevering ontmoeten we iemand die dakloos is of is geweest. En gaan we langs bij iemand die met deze doelgroep werkt. Ik heb vandaag afgesproken in het Heumensoord met Ashley. Ze wil me hier ontmoeten, omdat dit een plek is waar ze goede herinneringen aan heeft. Hey, hoe is het? Goed, met jou? Goed. Zo, daar zitten we dan. Ja, midden in het bos, op een bankje, op een tafel. Waar zoveel jaren jeugd zitten. Dit is mijn plek waar ik toch, als ik hier kom, een stukje thuis kom. Ashley's pleeggezin nam haar vroeger vaak mee naar dit bos. Terwijl we rondlopen, komen het gevoel en de herinneringen aan die tijd weer naar boven. Het klinkt als een fijne en zorgeloze jeugd, als Ashley erover vertelt. En haar favoriete klimrek staat er na al die jaren nog steeds. Dit van de... Het ging vroeger wel iets beter als nu, moet ik zeggen. Oh, ik hou mijn adem in, man. Wel leuk dat dit er nog staat, moet ik zeggen. Ja, ik heb al bij een pleeggezin gewoond. Die mensen hebben mij natuurlijk in huis genomen op het moment dat ik al 2 jaar oud was. En je eigen kind, dat is je eigen. Maar zij kozen ervoor om van een kind te houden dat niks van hun was. En zij kozen ervoor om mij de liefde te geven die mijn eigen ouders niet konden geven. Ik vraag me af wat Ashley nog weet van haar biologische ouders en waarom ze daar weg moest. Hoe ben jij in jouw pleeggezin beland? Ik ben, wat ik nu weet, is dat ik destijds door politie uit huis ben gehaald. Door, dat ging gewoon niet goed. Daar denk ik liefst ook helemaal niet over na. Maar dat is niet goed geweest en daarom ben ik ook uit huis gehaald. Je wordt niet zomaar uit huis gehaald natuurlijk. Want wat zijn die dingen die je tot nu toe hebt gehoord? Ik ben meegenomen naar de kroeg. Hoe oud was je toen? Onder de 2 jaar. Mijn ouders hebben zich gewoon liggen bezat in de kroeg en ik zat erbij en keek ernaar. Ik weet alleen dat op een gegeven moment is natuurlijk een melding gedaan door familieleden dat dit gewoon niet oké was. Dus ja, ik denk dat daarop ook de balletjes gaan rollen. Ja. De ene story die ik me echt nog heel goed kan herinneren is dat ik uit huis gehaald ben door politie. Ik zie op het moment dagelijks de beelden voor me dat ik achter in die politieauto zit. En dat ik naar mijn ouders sta te kijken, dat je je handje tegen het raam legt. Wat je vaak in films ziet, letterlijk. Ik leg het handje tegen het raam aan en mijn ouders keken niet eens. Ik werd gewoon weggereden. Zo van, nou, zij betekent ook niks voor ons. Nee. Tja. Ashley ging van haar biologische ouders naar een pleeggezin toen zij 2 jaar oud was. Dit gebeurde door het ingrijpen van jeugdbescherming. Ik ga vandaag langs bij Jeugdbescherming Gelderland. Wanneer volgens de kinderrechter de problemen binnen een gezin te groot zijn, kan er een jeugdbeschermer worden toegewezen.
Karel is zo'n jeugdbeschermer en heeft al meer dan 1000 gezinnen begeleid. Hoi Karel. Welkom, jeugdbescherming Gelderland. Yes, dankjewel. Ja. Het is een beroep met een enorme verantwoordelijkheid. Want wanneer het nodig is, moet Karel de kinderrechter adviseren om een kind uit huis te plaatsen. Hierdoor wordt jeugdbescherming vaak gezien als een boosdoener en komen ze regelmatig negatief in het nieuws. Het maakt het verschrikkelijk lastig, want wij kunnen namelijk niet vertellen wat de achtergrond is van een uithuisplaatsing. En wij mogen gewoon niks privé vertellen, maar ik wil je best vertellen over wat de overwegingen zijn op het moment dat wij gaan voor een uithuisplaatsing. Dat doen we niet omdat de kind geen autobehang heeft, maar een prinsessenbehang terwijl het een jongen is. Weet je, het is natuurlijk flauwekul van de bovenste plank. En wat we zien is de actie. En wat we horen is de actie. Dus dat het kind daadwerkelijk uit huis geplaatst is. Maar het feit dat het kind wekenlang opgesloten heeft in een kast gezeten. Hè, geen eten heeft gekregen. Geslagen werd. Misbruikt werd. Al dat soort dingen horen we dan niet. Want dat mogen wij namelijk niet vertellen. Jeugdbescherming gaat dus duidelijk niet zomaar over tot een uithuisplaatsing. Ik maak ook altijd gelijk duidelijk dat wij niet de instantie zijn die kinderen altijd uit huis plaatsen. Want dat is namelijk waar we niet voor zijn. Wat we proberen is in ieder geval hulp in te zetten. En te kijken wat werkt, hè, in zo'n gezin. En als het echt niet anders kan, dan kunnen we de kinderrechter verzoeken om een uithuisplaatsing. Maar dat is echt het laatste redmiddel. En het vervelende daarin is dat kinderen altijd het kind van de rekening zijn. Letterlijk en figuurlijk. Dan ben je 3 jaar, kom je net uit je woorden en dan word je in 1 keer uit huis gehaald. En word je bij vreemde mensen in huis gezet. Nou, ik vind nogal wat. Ik vind het super heftig om te beseffen dat we dat ook doen. En dan zie je dat kinderen daar last van hebben. Echt last van hebben. Het ging lang goed met Ashley bij haar pleegouders, die ze inmiddels is gaan zien als haar ouders. Maar in de puberteit kwam de pijn van haar jeugd naar boven. En dit maakte veel emoties los. Alles wat ik voelde, blijdschap, verdriet, pijn. Alles zette ik om in woede, boos zijn. Ja, en toen gingen de spullen sneuvelen. Ik heb genoeg borden, lampjes, weet ik veel wat, heb ik allemaal kapot gesmeed op de grond, zeg maar. Maar ik denk dat misschien ergens ook wel een reden is geweest dat ik uit huis ben gehaald. Misschien is dat het wel. Dat je spullen kapot gooide? Ja, misschien wel. Ja, dat is toch wel een hele goeie, maar ik ben ergens toch ook wel heel erg benieuwd waarom mijn ouders uiteindelijk gezegd hebben van wij kunnen dit gewoon niet meer. Respecteer ik hun keuze ook. Daar kan ik niks over zeggen. Weet je, hun hebben jarenlang hun best gedaan en meer konden ze ook niet doen. En als het voor hun niet meer houdbaar was, wie ben ik dan om te zeggen dat hun slechte ouders zijn geweest? Zij zijn oprecht, by far, de beste mensen die ik ooit gehad heb. En je zegt heel veel mooie, lieve dingen over je pleegouders. Maar toch kan ik me voorstellen, als je dan voor een tweede keer uit huis wordt gehaald. Wat doet dat dan met je, dat voor een tweede keer jouw ouders je laten gaan? Ja, dat was een beetje bevestiging voor wat ik al die jaren gevoeld heb. Zie nou wel, niemand houdt van je. Hun doen je ook weg. Je eigen ouders deden je weg en nu weer. Zoveel beteken je dus niet. Als je eigen ouders niet van je houden en vervolgens zit je bij ouders waarvan je denkt dat ze van je houden. Ja, dat was pijnlijk. Omdat haar pleegouders deze situatie uiteindelijk niet meer aankonden, werd Ashley voor de 2e keer uit huis geplaatst. Eerst op 2-jarige leeftijd bij haar biologische ouders en daarna als 15-jarige puber bij haar pleeggezin. Kinderen hebben dan een bepaalde aanpak nodig en als je te lastig bent, je haalt wel iets in huis, hè? Ja, en dat doe je met liefde en dat doen mensen ook echt met liefde en overtuiging, maar niet te veel problemen als het even kan. Want dat is dan de andere kant van het verhaal. En dat kun je nooit garanderen met deze kinderen. Omdat ze al zo'n traumatisch verleden hebben. En ook nog eens een keer naar een huisplaatsing waar we mee moeten dealen. Waar ze ook allerlei gevoelens mee hebben. Vaak is het gedrag van een kind, hè, of een jongere in dit geval, dusdanig ernstig dat het gewoon niet hanteerbaar is. En dat je op moet schalen naar of gesloten of toch een instelling. Maar het risico bestaat dat je van de ene plek naar de andere plek hopt op het moment dat je het gedrag van het kind niet begrijpt en daar niet op acteert. Dan ben je eigenlijk nergens welkom. Maar het ergens niet welkom zijn of iedere keer van hot naar her gesleept te worden,
Ik kan me niet voorstellen dat dat een fantastische situatie is. En volgens mij ga je daar uiteindelijk gewoon kapot aan. Ja, dat doet enorm veel met je zelfbeeld, denk ik. Als je met dat idee moet leven. Ja. Van ik ben niet welkom. Ja. Vanuit mijn pleegouders ben ik naar Inzicht gegaan. GGZ NIM, het psychisch terrein. En hoe was jouw tijd bij Inzicht? Traumatisch. Eén woord, traumatisch. Ja. Ashley was nog maar net 15 jaar toen ze vanuit haar pleeggezin in een gesloten instelling belandde. Iedere dag moest ik een trap op langs ouderen die echt psychisch niet in orde waren. Echt niet. Echt niet in orde waren. Ik heb daar dingen gezien die een meisje van mijn leeftijd toen de tijd niet had moeten zien, niet had willen zien. Ik wilde dat ook niet zien. Mm-hmm. Maar ja, je wordt daar. Die mensen die daar wonen, die hebben het echt niet recht zitten in hun hoofd, in hun bovenkamer. Ik heb daar mensen gehad die achter me aanliepen, die probeerden in mijn kont te knijpen. Ik heb mensen zien uitkleven voor een raam. De gekste dingen heb ik daar gezien. Nou ja, je kunt je voorstellen als je daar 15, 16 bent en je zit in het begin van je puberteit, dan hoor je daar toch helemaal niet zitten. Mensen, ik heb een man op de flat die ernaast zat, heb ik naar beneden zien springen met het hoofd naar beneden. Dat heb je zien gebeuren? Ja. Die man die heeft gewoon letterlijk zelfmoord gepleegd voor mijn ogen. Ik heb het gewoon gezien. Ik heb hem bovenop de flat zien staan. Ik heb hem gewoon bewust naar beneden zien kijken en ik heb hem met zijn hoofd naar beneden zien springen. Dat is gewoon absurd. Dat is echt absurd. Het maakt me gewoon echt boos. Het maakt me oprecht boos. Daar kan ik me echt boos over maken. Ik heb me nooit zo alleen gevoeld. Dan ben je jong en dan zit je midden in je puberteit en dan sta je er alleen voor. Na deze eerste instelling kwam Ashley in nog 4 andere instellingen terecht. Het was een moeilijke en eenzame tijd voor haar. En als er niks anders is, dan is dat de keuze die we maken. Dus uit slechte keuzes maak je dan de beste keuze op dat moment. En dat is dat je dan het kind daar plaatst. Want dan denk ik, dan doen we iets niet goed in Nederland. Als het gaat over, kunnen we deze jongeren bieden wat ze nodig hebben. En vaak is dat niet zo. Vaak hebben we gewoon een palet aan smaken. En dat is het, en daar kunnen we uit kiezen. En dat is niet altijd de geschikte zorg voor een jongere. En dat is heel triest, maar dat is wel waar we mee te dealen hebben. Ja, soms voelt dat heel erg machteloos. Soms een enorme bureaucratie, het feit dat er geen plekken zijn. Het feit dat we soms geen medewerking krijgen. Dat we hulp willen inzetten en dat er een goedkopere variant is die wat ons betreft als professional niet voldoet aan datgene wat we nodig hebben voor het kind. Maar omdat het dan een goedkopere variant is, en het gaat nog steeds over geld in dit soort gevallen, dan die hulp maar ingezet moet worden. Dat maakt het soms zo frustrerend, zo ontiegelijk frustrerend, dat je daar tegenaan loopt en niet gedaan krijgt voor een kind wat eigenlijk nodig is. Volgens Karel zijn er gewoon te weinig pleeggezinnen of geschikte plekken. Zo komen kinderen vaak op een verblijf dat tijdelijk is of helemaal niet bij ze past en worden ze van plek naar plek gesleept. Een situatie die vaak traumatische gevolgen heeft voor deze kinderen. De laatste instelling waar Ashley werd geplaatst was Vins, een opvang voor dakloze jongeren. Weet je nog hoe je laatste dag bij Vins eruit zag? Nee, weet ik echt niet meer. Ik weet alleen dat ik 's ochtends dat spullen waar ik kwam daar aan en dat spullen buiten stonden en dat ik aangebeld heb dat ze het gordijntje opzij schoven, mij zag staan, het gordijntje die deden en de deur hoog, maar die deden ze niet eens open. Toen ben ik weggelopen daar, want ben ik naar de stad gegaan volgens mij. Waar ik de eerste nacht slaap heb, ik heb geen idee. Ja, dan ben je ineens dakloos. Ik heb 2 tassen had ik bij. En alles zakt onder me uit. Echt alles. Alles wat ik had, was er niet meer. Ik had geen eten, ik had geen drinken. Ik had niks. Dus je was eigenlijk letterlijk van de een op de andere dag. Ben ik dakloos geworden, ja. En je weet nog steeds niet waarom? Nee. En ik weet dat ik ook nooit geen antwoord ga krijgen op deze vraag. En daarmee moet ik het doen.
Ciao. En zo stond Ashley op haar 18e op straat. Ze beschrijft zichzelf, terugkijkend op die tijd, als een spookjongere. Ze leek volledig van de radar verdwenen. Uit het zicht van de instanties en totaal op zichzelf aangewezen. Wat gebeurt er als deze jongeren 18 worden en dus volwassen worden? Dan is het heel kort gezegd bedankt en tot ziens. En dat vind ik nog het allerergste van ons werk. En vaak hebben deze kinderen, als ze in een voogdijssituatie zitten, weinig tot geen netwerk. Als je een pleegouder hebt en een pleeggezin en daar zit je al jaren in, maar dan heb je ook dat netwerk achter je. En vaak zijn het ook gewoon hele betrokken mensen. Ja. Op het moment dat een kind in een instelling verblijft, of vanuit een zorginstelling dan 18 wordt, dan houdt het dus gewoon op. En dan kun je nog een halfjaartje verlengde jeugdhulpverlening krijgen. En als je geluk hebt, dan gaat de gemeente nog met jou mee om dan te bedenken, heb je nog een hulpvraag? En als je geen hulpvraag hebt, dan kunnen we je niet helpen. Maar dan denk ik, volgens mij is de hulpvraag in ieder geval een dak boven je hoofd en ergens mogen zijn. En dat laatste is niet gegarandeerd. En dat is bijzonder schrijnend. Er is gewoon geen woonruimte. Hoe moet je dat regelen? Hoe moet je dat regelen? En vroeger kon dat nog wel. Dan konden we ook nog vanuit jeugdbescherming, hadden we daar potjes voor om dan bijvoorbeeld een kamerhuur te regelen voor een pupil. Ja. Maar dat kan helemaal niet meer. Allemaal wegbezuinigd. Dus het eerste wat ik gedaan heb is die spullen gepakt en eigenlijk in paniek, ik weet het niet eens echt meer, maar in paniek heb je spullen gepakt en het eerste wat ik denk is, ik moet vannacht een slaapplek regelen. Ja. Het eerste wat ik gedaan heb is al mijn vrienden bellen, mijn ouders bellen, niemand die mij binnen liet hoor, echt niet. Maar hoe kwam dat denk je? Ik heb geen idee, maar ik denk ook dat dat echt een stukje is dat iedereen altijd zegt van ik sta voor je klaar en dan als puntje bij paaltje komt dat het niet is. Omdat het dan te dichtbij komt en te realistisch is. Ik ben op dat moment naar een bibliotheek gegaan in Malden. Daar heb ik me aangemeld op een datingsite. En via die datingsite heb ik mijn slaapplek moeten gaan regelen. En het is doodeng. Doodeng. Ja. Doodeng. Hoe lang heb jij op deze manier moeten leven? 3/4 jaar. Ik ben vanaf, ik denk 2 maanden na mijn 18e ben ik op straat terechtgekomen. En ik ben 19 geworden toen ik nog op straat stond. En denk jij dat er een alternatief is voor vrouwen die op straat staan? Ik heb geen idee, zal ik je dat zo zeggen? Ik heb toen geen alternatief gehad. Ik kon toch nergens heen. Ja, er werd op een gegeven moment gezegd, ga maar naar het MFC. Wat denk je nou zelf, dat ik als net 18-jarige bij het MFC gaan zitten. Niet dat het geen goede mensen zijn, maar 9 van de 10 is verslaafd of heeft een heftig verhaal. Ik hoor daar niet. Mm. Je kunt mij daar niet tussen zetten als net 18-jarig meisje. Mm. Het is gewoon ongezond. Dus er zijn naast Vins is er geen plek meer voor jongeren. Hele praktische dingen. Een douche, een wc. Je kunt hier niks als vrouw zijn, hè? Nee. De meest praktische dingen, niemand denkt daarover na. Maar je moet je voorstellen, ik moest die dagen ook naar de wc. De restaurants laten die al echt niet altijd binnen. Nee. Want die zeggen, dan moet je hier wat eten kopen. Dus dan word je niet toegelaten of je moet ergens geld neerleggen voor de wc. Nee. Nou, dat heb je niet. Nou, dat ga maar iedere keer zoeken. Hele dagen loop jij buiten en je kunt gewoon niks. Dus ja, je bent eigenlijk van binnen keihard aan het huilen en je voelt je leeg en eenzaam en ja, wat doe je hier? Wat doe je hier? Alles vraag je af. Maar het is echt overleven. Overleven. De meeste nachten wist Ashley onderdak te vinden via een datingsite. En overdag zwierf ze door Nijmegen. Ik heb wel eens gehad dat ik ergens zat en dat er een vrouwke langskwam en dat ze zegt, moet je kijken naar die junkies. En dan kun jij zoiets over een 18-jarige zeggen zonder dat jij überhaupt weet waar ik doorheen ben gegaan of waarom ik hier zit. En dat is zo kleinerend en naar. Dan heb je echt het idee van, ik mag echt niet op deze wereld zijn. Uiteindelijk heeft Ashley zich door de periode op straat heen weten te slaan. En kwamen er gelukkig mensen op haar pad die haar wilden helpen.
En je hebt 3/4 jaar op straat geleefd, zei je. En wat gebeurde er daarna? Ik heb natuurlijk die periode op straat gezeten. Toen heb ik is toen bij de ouders van een vriend van mij terechtgekomen dat ik op straat stond. Die hebben mij in huis genomen. En toen is het balletje gaan rollen om naar RIBW te gaan. En toen kreeg ik een gesprek bij RIBW. Die vader van die vriend van mij, waar ik toen woonde in Lent, die is met mij meegegaan naar dat gesprek. Nou ja, ik zat daar natuurlijk al als wrak qua emoties. En die vader, die man, die was goud waard. Ik zit daar in het gesprek en ik voelde in alles dat ik hoorde dat ik weer afgewezen zou worden. Toen heb ik gezegd, als ik nu nog 1 keer word afgewezen, pleeg ik zelfmoord. En toen heeft die vader, die met mij mee was, die heeft tegen mij gezegd, kom maar goed meisje. En deze vader die heeft op dat moment gezegd, toen ik terugkwam in het gesprek, als zij zelfmoord pleegt, dan zorg ik dat de wereld groot in het nieuws komt te staan dat een meisje van 19 zelfmoord pleegt wegens toedoen van instanties. En 2 dagen later zaten wij in Lent bij die mensen thuis. Toen werd gebeld. Over 2 weken ben jij terecht. Hier zeg maar precies tussen deze 2 bomen door, dan zie je de huiskraan staan en een soort flatgebouw. Nou, daar heb ik een hele tijd doorgebracht. Daar wonen die mensen. Wel leuk om dat nou vanaf hier te zien. Ja. Ashley kwam eerst op de Dwarsweg te wonen, een begeleid wonentraject. Vanuit daar is ze doorgestroomd naar haar eigen appartementje. Ze heeft hard aan zichzelf gewerkt met begeleiding van een maatschappelijk werker van de Dwarsweg. Nou, ik heb nu ambulante begeleiding. Mijn begeleiders die heb ik vanaf dag 1 dat ik op Dwarsweg kan wonen, was zij daar. Maar dat vertrouwen dat ik niet meer had in de hulpverlening heeft zij echt vanaf 0 opgebouwd. Ik was altijd boos. Kon niet zo heel veel. En zij heeft echt alles gedaan om mijn vertrouwen weer terug te winnen. Als iemand dan de moeite neemt om jou te leren kennen voor wie jij daadwerkelijk bent. En je accepteert voor wie jij bent. En dat je de fouten mag maken. En dat je dan niet meteen behandeld wordt alsof je een of ander slecht persoon bent. Mm. Dus dat is voor mij gewoon wel heel fijn geweest. En Joepske, jij vindt het ook leuk, hè? Jij vindt er ook leuk. Ja, jij vindt er ook leuk. Hey. Hey. Hoe is het? Goed. Ja, ik wist niet of jij beneden of boven stond, maar kom binnen. Hi. Hi. Malou is ambulant begeleider bij het RIBW, waar ze mensen ondersteunt bij het zelfstandig wonen. Ze begeleidt Ashley nu al 8 jaar. Achteraf is het een heel mooi proces geweest. Een lang proces, maar dan ja. Maar het is wel superleuk om te zien als je ziet hoe Ashley er nu bij zit en hoe ze nu in contact is en communiceert en veel beter met haar emoties om kan gaan en je eigen soms wel beter bij elkaar rapen. Ja, dat zeker. Dat lukt ook steeds beter. Nou. En soms trek je aan de bel en dan hebben we het erover en dan kom ik langs of zij komt op de Dwarsweg langs. Maar ja, ze heeft echt gewoon veel grote stappen gezet, denk ik. En dat is wel echt een heel mooie weg geweest. Want in het begin dacht je nog van, oeh, gaat het lukken? Gaat zij een keer zelfstandig wonen? En als je ziet hoe het nu gaat, vind ik echt dat ze supergoed doet. Toch? Nou, vind je echt lief om te horen. Ja, tuurlijk. Ja, dat heb jij goed gedaan, hè? Ja. Roerig tijd achter de rug. Ja, dat zeker. Maar dat is voor mij wel heel fijn om te horen dat dat vertrouwen er gewoon is en dat ze trots op me is. En dat ik toch stiekem, dat ik nu ook gewoon hoor dat ik wat voor verschil het eigenlijk is geweest. Ik wist al dat het voor mij een groot verschil was geweest, maar niet dat het voor anderen ook zo'n groot verschil is geweest. Dus dat raakt me wel gewoon op een goede manier. Mm. Dus het zijn niet traantjes van verdriet, maar traantjes van geluk. Maar ja, dat is ook te zien. Ja, maar ja. Weet je, als iemand zoveel moeite in je steekt en
en dan gewoon altijd voor je is, dan dat is echt fijn. Als je dat nooit gehad hebt. Mm. En het vertrouwen dat ik in haar heb, dat heb ik echt niet in iedereen. Ja, een hoop goede stappen gezet. En nog, een hoop leuke, goede doelen voor de toekomst. Dus ja, dat zeker. Nooit uitgeleerd. Ashley's toekomstplan is om te gaan studeren. Ze wil haar ervaring inzetten om jongeren te helpen die dezelfde problemen meemaken als zij zelf ooit had. Oké, hey, doei, doei. Fijne avond. En doe de groetjes aan Daan thuis. Ja. Oké, doei, doei. Ja, kom schietje. Wij binnen binnen. Karel heeft het niet altijd makkelijk met zijn werk, waar hij ingrijpende keuzes moet maken, waar veel emoties bij komen kijken. En alle bureaucratie en regels maken zijn werk soms ook erg frustrerend. En toch is dit het werk wat Karel wil doen. Waarom ik dit doe, is omdat ik wel iets voor een ander wil betekenen. Ik ben blijkbaar toch hulpvaardig ingesteld. Ik wil graag iets van betekenis, in ieder geval iemand van betekenis zijn. En dan vooral in het leven van jongeren en jeugdigen. Omdat ik denk dat we daar heel vaak wel het verschil kunnen maken. En die gedachte is er niet altijd en die wordt niet altijd gesteund. En we zijn over het algemeen de boeman. Maar er zijn natuurlijk heel veel zaken waarin het heel erg goed gaat met kinderen. En ik heb een legio die ik goed afgesloten heb. OTS, maar ook voogdijen, waarbij de kinderen echt goed terecht zijn gekomen. En mogelijk beter dan dat ze bij de ouders waren gebleven. Dus soms blijven ze ook bij ouders en dan sluit je hem ook goed af. En dan heeft de hulp die we ingezet hebben geholpen. En dat is volgens mij wel waar wij het in ieder geval, en ik spreek nu voor mezelf, maar waar ik het voor doe. En dat is dat het voor die kinderen beter wordt. En dat geldt voor mijn collega's eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Mooi om te zien dat Karel hart heeft voor zijn werk. Hopelijk kan hij voor veel jongeren van betekenis blijven. Soms moeten mensen echt verder kijken dan wat ze op het eerste gezicht zien. Ja. En alsjeblieft laat het taboe gaan van wat het is. En zorg dat het allemaal wat laagdrempeliger wordt. Want schaamte is al erg zat. Maar ik hoop echt dat er anderen zijn die zich herkennen in mijn verhaal. En dat ze nooit opgeven. Echt niet, want het kan altijd beter gaan. Hmm. Zie je, ik snap dat het heel vervelend is om zo laag te zitten. Maar uiteindelijk wordt het alleen nog maar beter. Hmm. Moet je er hard voor werken, maar het wordt uiteindelijk beter. Nou, dat vind ik hele mooie woorden. Dus, het is maar net hoe hard je er zelf voor wilt werken. Ja. Maar opgeven, dat doen we niet. En Jiepske? We maken er wel van, het raak. Ik ben echt onder de indruk van Ashley's kracht. Dat zij zich uit zo'n diep dal weer omhoog heeft weten te trekken. Zoals ze zelf zegt, opgeven dat doen we niet. En dat heeft Ashley wel bewezen.